Welkom allemaal hier in de zaal en iedereen die thuis meekijkt. Vanavond gaan we het hebben over solidariteit in de stad. En dan specifiek met een focus op de relatie tussen ontwerp en activisme. En het is tevens ook de verkapte boekpresentatie van dit mooie boek, Caps Lock, van Ruben Pater. Grafisch ontwerper, onderzoeker, activist, docent. Hij zit hier naast me. En ik zeg verkapt, omdat Ruben het eigenlijk liever wilde, deze avond liever wilde laten gaan over jonge activistische collectieven die bezig zijn in de stad en het minder over zijn eigen boek wilde hebben. Maar we gaan het zeker ook over zijn boek hebben vanavond. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Mijn naam is René Boer. Ik ben criticus, onderzoeker en organizer op het gebied van stad, architectuur, erfgoed en kunst. Ik ben ook onderdeel van een platform dat heet Field Architecture. Ik had het boek al gelezen voordat ik werd uitgenodigd om deze avond te modereren. En ik kan jullie wel zeggen, het is een aanrader. En wat ik er zelf bijzonder aan vond, is dat eigenlijk nog maar weer eens duidelijk werd hoe sterk de geschiedenis van ontwerp en de ontwikkeling van kapitalisme eigenlijk met elkaar verbonden zijn. Denk aan de kleitabletten waar de allereerste Excel-sheets op werden bijgehouden. Of kaarten die ontworpen zijn voor nog te koloniseren gebieden. Of de logo's die op tot slaafgemaakte werden gebrand. Het staat allemaal in het boek. En tegelijkertijd verbreedt het ook het idee van wat een ontwerper is, was of kan zijn. Dus de maker van die kleitabletten, die maakt natuurlijk allerlei ontwerpkeuzes en is daarmee in feite natuurlijk ook een ontwerper. Tot allerlei coöperatieven en collectieven waar het boek mee afsluit en die allemaal op hun eigen manier de traditionele ontwerppraktijk oprekken. En tot aan duizelingwekkend aantal scherpe referenties en voorbeelden van bizarre advertenties tot alle freshe memes, ze staan er allemaal in. Wat gaan we doen vanavond? We gaan in gesprek met Ruben, maar Ruben heeft dus ook allemaal collectieven uitgenodigd die op een eigen manier ontwerp en activisme combineren in de stedelijke context. We hebben muziek van Benjamin Froh en we hebben een afsluitend gesprek met het publiek. We hebben veel sprekers vanavond, dus vragen doen we helemaal aan het eind. Tegen die tijd is de uitzending voor de mensen thuis al afgelopen, dus die kunnen niet meedoen met de vragen, maar mochten jullie vragen hebben, waar ze voor het eind. Het boek is natuurlijk ook te koop. Mensen in de zaal kunnen het boek hier kopen, aan het eind, hier in de tafel rechts van me. Het is natuurlijk ook te bestellen. Het is sinds vandaag verkrijgbaar als e-book, via de bekende kanalen en ook via de uitgever Valies natuurlijk. We gaan nu verder met het gesprek. Ruben, leuk dat je er bent. Om te beginnen, je hebt een hele bijzondere en gevarieerde carrière in het ontwerpveld. Kan je iets meer vertellen over je achtergrond? Ik denk dat het ook wel belangrijk is dat dit boek dus niet alleen maar komt uit een soort van fascinatie met het onderwerp en de theorie die ik zelf heb geschreven of heb gelezen hiervoor. Maar ook dat ik toch 14 jaar bij ontwerpbureaus heb gewerkt. Meteen na mijn afstuderen in 2000 heb ik eigenlijk fulltime baan gehad bij ontwerpbureaus. Gewerkt voor in advertising, branding, gewerkt voor overheden. Eigenlijk al die ervaringen, maar ook lesgegeven als ontwerper op een kunstacademie. Ook voor culturele veld gewerkt. Dus eigenlijk al die ervaringen, die heb ik ook geleid tot een deel van dit boek, waarbij heel erg sterk ook het idee heb dat heel veel van die dingen ook in mijn eigen ervaringen terugkomen. En ik vond het ook heel belangrijk om de ene kant dus die theorie dus uit te zoeken. Dus daar heb ik wel een stukje voor uitgetrokken, 3,5 jaar. Maar daarnaast ook het ook echt gebaseerd, niet alleen maar als een theoreticus van dit heb ik gelezen, maar meer ook van weet zelf wat het is om weekenden door te werken. En onbetaald 's avonds door te werken en banners voor in de reclame te maken, zeg maar. En dat was voor mij heel belangrijk, dat het wat dat betreft ook echt gestoeld is in ervaring ook en niet alleen in theorie. Ja, en dat is ook wat je bracht om dit boek te werken, jouw ervaring in het ontwerp wel? Nou ja, ik heb een eerder boek geschreven, dat ging meer over het idee van, dat heet Politics of Design, dat ontwerp nooit echt neutraal is en dat dingen zoals van, dat een soort neutraliteit vaak uit een modernistisch idee komt. Maar dat, wat ik heel erg merkte uit mijn werk, dat dingen zoals hoe stereotypes, vooral racisme, seksisme eigenlijk doorcijpelt in al die lagen. Stereotypen komt ook zelf van het drukwerk vandaan, dat woord. Dat het eigenlijk ook heel erg komt door hoe we eigenlijk getraind zijn als ontwerpers en niet echt nadenken over de beelden die we gebruiken, dat die ook echt schadelijke effecten kunnen hebben. Maar eigenlijk kapitalisme bleef in dat boek eigenlijk buiten boord, omdat ik eigenlijk niet echt wist of dat wel lukte in een boek. En daar heb ik toen vervolgens de tijd voor uitgetrokken om dat toch wel uit te zoeken. Ja, het is ook een flinke pil geworden. Maar je hebt natuurlijk zelf verschillende rollen gehad als ontwerper, maar het boek bestaat ook eigenlijk voornamelijk uit hoofdstukken die
elke keer een andere, de ontwerper in een andere rol belichten. Kan je iets vertellen over die structuur? Ja, dus dit is heel erg eigenlijk bedoeld als een navigatie. Mensen denken soms, oh ja, dat zijn alle rollen die de ontwerpers hebben, maar dat is niet de bedoeling. Het is echt de bedoeling als een navigatie-idee, want je kan niet een boek schrijven wat gaat over kapitalisme en ontwerp waar alles in staat. Dat zou niet kunnen. Dus om het toch te ondervangen is eigenlijk het idee van, ja, je bent niet alleen maar, de meeste ontwerpboeken gaan toch over wat ontwerpers maken. Welke poster of welk logo en wat betekent dat? Wat is het concept erachter en de esthetiek? Maar ontwerpers zijn natuurlijk ook gewoon werknemers en bazen en stagiaires en docenten. Dus ik wilde ook zorgen dat die rollen uitgebreid werden met de rollen die je eigenlijk kan aannemen. En hier komt ook de ervaring van mezelf terug. Hè, dat ik weet hoe het is om kaarten te maken, logo's te maken, maar ook als docent te zijn, ook als werknemer, als freelancer. Dus eigenlijk al die dingen, die worden op die manier eigenlijk soort van ondervangen in vorm van navigatie, waardoor je dus niet elke keer hetzelfde hoeft te doen, maar op een andere manier juist die geschiedenis eigenlijk doorkruist. Ja, want een heel groot gedeelte van het boek gaat dan ook over, ja, eigenlijk de arbeidsomstandigheden waarin ontwerparbeid plaatsvindt. Waarom vind je dan het belangrijk om het daar ook specifiek over te hebben? Nou ja, omdat het vaak heel erg is. Hè. Je bent ontwerper omdat het je passie is. Het is leuk om te doen en dat is ook voor veel ontwerpers is dat zo. Maar daarmee is het ook prima om te werken, om onbetaald over te werken en weekenden door te halen. En soms hebben ook jonge studenten het idee dat ze dat allemaal moeten doen. Want dat is volgens veel professionele ontwerpers ook de soort van sleutel tot succes is. Maar gewoon zo hard mogelijk werken, onbetaald werk aannemen. Nou, ik heb vaak genoeg niet een factuur betaald gekregen of vaak genoeg, weet je wel, dat soort problemen gehad. En dat is gewoon onethisch werk, weet je wel. Dus we horen zo meteen ook de mensen van Vloerwerk die gewoon heel duidelijk zeggen, ja, als dat gebeurt bij een ander bedrijf, dan gaan we gewoon in actie, weet je wel. Ja. Maar ontwerpen slikken al die dingen omdat het idee is, ja, je doet het omdat je het leuk vindt, weet je wel. Dus ik denk dat dat een mythe is die ook heel erg in stand houdt, dat we niet mogen klagen en dat we maar gewoon hard moeten doorwerken. En ik denk dat dat iets is waar we het meer over moeten hebben. Ja. En heb je het gevoel dat want het boek is in september eigenlijk al verschenen. Nu, dit is eigenlijk pas de lancering in Nederland. Maar heb je het gevoel dat dat boek dat al een beetje heeft kunnen agenderen, dat element? Heb je daar reacties op gehad al? Ja, het wordt meer gelezen in de VS tot nu toe. Dat is ook natuurlijk groter. Maar ik denk dat in Nederland we toch heel erg zo nog in die koopmansgeest zitten. En dat ook we ook een situatie hebben waarbij er ook veel subsidies beschikbaar zijn. Waardoor het ontwerper ook makkelijker is om je eigenlijk te onttrekken aan dingen die heel direct uit de markt voortkomen. Dus ik denk dat die discussie in andere plekken, zoals in de VS en het Verenigd Koninkrijk, meer aan de hand zijn. Ook omdat de situaties daar net iets scherper zijn. Dus je moet echt voor commerciële partijen werken om te kunnen overleven. En in Nederland kan je nogal op andere manieren ook, als je een beetje handig bent, maar dat is natuurlijk ook niet altijd waar, kan je ook wel een beetje daar een soort van tussen schipperen, zeg maar. Ja, precies. Ja, ja, want het boek sluit eigenlijk af met een aantal alternatieve rollen die dan de ontwerper kan innemen. Als hacker, futurist, filantropist of activist. Maar soms zet je ook kanttekeningen bij een aantal van dat soort rollen. Hoe zie je dat precies? Ja, ik merk bijvoorbeeld heel erg dat, en ik geef zelf bijvoorbeeld les in Den Haag op de kunstacademie, en dan merk ik bijvoorbeeld dat studenten soms ook zeggen, ik wil een speculatief project doen, of ik wil een social design project doen. Dat zijn natuurlijk dingen die je nu wel vaker ziet. En soms heb ik ook het idee dat dan vaak ook gebeurt, en dat snap ik ook heel goed. Ik heb het zelf ook gedaan in mijn werk, dat je die dingen kiest omdat de problemen waar we nu eigenlijk mee zitten met klimaatverandering en de grote ongelijkheid zo complex zijn, dat je daar als ontwerpstudent natuurlijk niet de tools voor hebt om die te agenderen. Dus dan is het makkelijk om te zeggen, laten we een toekomst bedenken waarin alle stroom groen wordt opgewekt en laten we dan een nieuwe stad ontwerpen. Ja. En ik vind het wel heel belangrijk dat dat soort ideeën wel altijd gestoeld zijn in, zeg maar, het realisme van dat er echt nog wat moet gebeuren voordat we daar zijn. En dat de toekomsten die we ook bedenken ook leefbaar moeten zijn voor de mensen die na ons komen. Ja. Dus inheemse ontwerppraktijken die hebben het veel vaker over, het ontwerp wat we nu maken moet over 6 generaties nog steeds gebruikt kunnen worden, want dan leven de mensen die na ons komen nog. Dus dat is nogal belangrijk, dat we niet de toekomst buiten onszelf plaatsen, zeg maar. Ja, precies. Ja, ja, want hoe, kijk, vanavond komen er ook veel jonge collectieven aan bod die daadwerkelijk ook hun idealen testen met de realiteit. Maar hoe werkt dat dan? Je bent ook docent. Hoe werkt dat dan met jouw studenten? Kan je van hun vragen dat ze dat ook daadwerkelijk doen als onderdeel van hun studies? Nou ja, ik bedoel, het is al best wel veel dat je in 4 jaar moet leren om te leren ontwerpen en conceptueel denken. Dus dat is ook te kort eigenlijk voor een studie. Dus ik wil ook niet dat studenten daar bovenop allemaal nog
weet ik veel, sociologisch en antropologisch onderzoek gaan doen. Alleen het is gewoon belangrijk dat je werk wel gestoeld is. Dat is wat wij denk ik proberen te doen met alle docenten in Den Haag. Dat het werk toch altijd wel gestoeld is in een bepaald soort, wie ben jij zelf? Ja. Dus dat je dan probeert ook dingen eerder dichter bij jezelf te houden. En mijn ervaring is dat projecten dan ook gewoon beter worden, omdat ze dan beter geïnformeerd zijn. Dus ver van je bed projecten, die heb ik zelf ook wel gemaakt. En daar heb ik toch uiteindelijk toch de minste affiniteit mee. Omdat ik dan toch op een bepaalde manier, dat er toch een discrepantie is tussen voor wie je het ontwerpt en je eigen positie, zeg maar. En dat is soms gewoon niet te rijmen. Ja, precies. En wat hoop je dan dat mensen uit het boek halen als ze het helemaal doorgeworsteld hebben? Ja, iedereen kan er denk ik zelf wat uithalen. Dus er staat ook heel veel geschiedenis in. Je hoeft niet per se een marxist of een linkse iemand te worden om het boek te lezen. Dat is ook helemaal niet waarom het geschreven is. Maar het is wel denk ik heel erg van, het is wel voor een reden geschreven, namelijk dat we nu gewoon voor een klimaatcrisis staan. En business as usual is gewoon geen optie. He, dus mensen zeggen tegen mij dan, ja, maar ik moet wel de huur betalen en ik heb toch dit en dit. En dan denk ik, ja, maar als we dat dan, maar dan zegt jouw baas ook van, ja, maar ik heb ook gewoon klanten. En dan zegt die klant zegt ook, ja, maar ik heb mensen die kopen die producten van mij en dan gaat niemand wat doen, weet je wel. Dus het is ook belangrijk om naast, weet ik veel, je stemrecht te gebruiken, ook gewoon te denken wat je in je eigen omgeving en in je eigen sociale kring eigenlijk kan doen. Ja. Ook, en hoe klein dat ook is, zeg maar, want voor iedereen is het natuurlijk ook anders. De agency die je dan hebt. Maar dat je in elk geval kijkt wat je binnen die context kan doen. Bijvoorbeeld wat ik heel erg door het boek nu ga doen, is dat ik gewoon alleen maar wil werken met drukkers in Nederland. En dat lijkt heel simpel, maar heel veel boeken in Nederland worden nog steeds gedrukt in China, omdat het nog steeds goedkoper is om een boek te ontwerpen in Nederland, te laten drukken in China en te verkopen in Amerika. Ja. En dat lijkt me toch niet heel logisch als je dan denkt over de klimaatafdruk van zoiets. Maar in een kapitalistisch systeem is dat totaal logisch vanwege de kostefficiëntie. Ja, maar dus op een bepaalde manier is het ook kan je het boek ook zien als een oproep aan ontwerpers om hun praktijk met tijd te veranderen en een soort andere wegen in te slaan in hun eigen ontwerppraktijk. Ja, en voor zover dat natuurlijk, ik snap ook dat het voor iedereen anders is en voor iedereen anders werkt. Maar daarom vind ik het ook heel leuk dat ik, wat mij heel erg hoop gaf en toch waarom ik het boek heb afgemaakt. Want ik had ook momenten van, kan dit boek wel geschreven worden? Is er wel überhaupt iets mogelijk van ontwerp in een soort van buiten het kapitalisme? Dat de collectieven, de 6 collectieven die aan het eind van het boek aan bod komen, dat die dat gewoon echt al aan het doen zijn. En dat is niet makkelijk en dat gaat niet altijd perfect, maar dat vind ik wel heel erg moedig. En ik denk dat een aantal van de collectieven die we vanavond ook horen, dat ook op een eigen manier doen. Daar word ik gewoon heel enthousiast van. Dus weet je, als ik zie dat andere mensen dat doen en dat ze daar op een eigen manier proberen toch een soort van verzet, of in elk geval proberen een soort van unieke positie in te nemen, dat vind ik wel heel tof. Ja, interessant. Mijn eigen ervaring met, als je naar dat soort collectieven kijkt, is dat als je meer een soort van op afstand kijkt, denk je van, oh ja, wat een super interessante praktijk en daar worden echt soort stappen gezet. Maar als je meer gaat inzoomen, zie je dat het ook de realiteit vaak heel weerbarstig is. Zou je daar iets over kunnen zeggen hoe dat dan bij die 6 collectieven waar je het boek mee afsluit? Of misschien kan je er ook eentje, misschien is het leuk om er ook eentje te bespreken kort. Van, welk collectief probeert nou echt daadwerkelijk buiten soort kapitalistische praktijken te staan? Zeg maar? Nou ja, kijk, het is natuurlijk, ik had Brave New Alps in Italië bijvoorbeeld zitten in mijn boek. Zij waren afgezet aan RCA in Londen en ze hadden zoiets van, ja, als wij ethische praktijken doen, kunnen we niet in Londen blijven wonen. Toen zijn ze verhuisd naar Noord-Italië waar hun ouders vandaan komen. En toen zeiden ze ook tegen mij, ja, het is niet alsof je een beeld van het kapitalisme hebt en een wereld daarbuiten. Weet je wel, je moet toch op een bepaalde manier, ben je betrokken bij die economie. Maar het gaat er natuurlijk om dat je zelf ook economisch actief bent. Dus hun werk gaat bijvoorbeeld minder over, en hoe ik over hun werk schrijf, is minder over wat zijn de lettertypes die ze gebruiken en de kleuren en de formaten. Maar dat zij dus, omdat zij in een hele, in het platteland wonen van Noord-Italië, dat zij dus heel erg aangewezen zijn op de mensen die daar ook wonen. Ja. En eigenlijk meer een soort gemeenschapsfunctie krijgen. Dus zij bijvoorbeeld hebben een risoprinter die mensen kunnen gebruiken in het dorp. En ze hebben allemaal power tools die mensen kunnen gebruiken. Ze werken allemaal samen met collectieven daar in het dorp. En dan merken ze dus ook dat zij veel minder geld hoeven te verdienen, omdat ze nou eenmaal heel makkelijk kunnen dingen van elkaar kunnen lenen en kunnen gebruiken. Dus dan heb je een heel ander levensritme, zeg maar. Dus dan is het niet meer zo dat je alleen maar dat je zoveel geld moet verdienen omdat die huur betaald moet worden in de stad en je wil uit eten, je wil op vakantie. En dat voor hun, zeg maar, eigenlijk wordt zo'n ontwerppraktijk meer een soort van lokale economie, waarvan je realiseert, ja, als ik het geld nou uitgeef in mijn eigen gemeenschap, dan blijft die waarde in de gemeenschap. En als ik gewoon iets van online van koop op Amazon, dan gaat het dus naar Amerika. Ja. Dus dat je heel erg bewust van bent dat het geld wat je uitgeeft en het geld wat je verdient ook een rol heeft bij het creëren van andere vormen van samenleven.
Ja. Ja, super interessant. Maar ik heb dan het gevoel, hè, als je dan verder inzoomt op zo'n collectief, heb jij dan het gevoel dat het ook een sluitend verhaal is? Hè? Is het niet zo dat mensen van het collectief daarnaast 's avonds ook nog aan het bijklussen zijn om toch nog genoeg geld te kunnen verdienen, dat ze dan af en toe kunnen terugreizen naar, de, naar Londen, zeg maar? Hoe zie je dat als je... Kijk, zij krijgen bijvoorbeeld subsidie van de EU, waarvan je kan afvragen van, nou ja, dat, ja, is dat ethisch of niet? Maar voor hun is dat een manier om projecten te doen die ook, ja, waar de EU, dat EU-geld ook voor bedoeld is, namelijk het landschap van Europa, zeg maar, ontwikkelen en daar economieën bouwen en solidariteit opzetten en dat soort dingen. Ja, geen enkel verhaal is natuurlijk sluitend en wat dat betreft geeft het boek ook niet een eenduidig antwoord van, nou, dit is het formaat en dit is, ik heb het ook niet genoemd, dit is post-capitalist design of dit is dit nieuwe soort ontwerp wat we met deze methode kunnen gaan doen, want Ik zie al in Nederland dat ontwerper... Ik heb hier collega's die wonen in Nijmegen en in Tilburg. Dat ontwerpen gaat daar ook al anders dan dat het in Amsterdam gaat. Dus ik denk dat jouw ontwerppraktijk heel erg anders is... naarmate van zelfs in welke wijk je woont. Ja, natuurlijk. Dus wat dat betreft is er niet een soort van één antwoord. Dit is meer een soort van een collectie van verhalen. En mensen kunnen daar wat uithalen wat ze willen. Maar ze moeten vooral denk ik in hun eigen sociale context kijken wat er mogelijk is. Ja. Hey, en je hebt dus ook een aantal collectieven uitgenodigd waar ik vanavond mee in gesprek ga. Kan je misschien iets kort vertellen over waarom je die collectieven hebt uitgenodigd vanavond? Sowieso zijn dit allemaal mensen die ik zelf heel erg waardeer en waar ik heel veel respect voor heb. Dus ja, ik wil deze mensen graag heel graag zelf op het podium zien. Dus ik moet voor mij ook leuk zijn, denk ik dan. Ja. Je hebt dus altijd het boek. Maar ik vind het ook heel tof dat in mijn ervaring al deze collectieven... op een eigen manier, zeg maar, gewoon echt iets proberen bij te dragen. En dat is echt niet makkelijk aan solidariteit in de stad. Gewoon heel duidelijk. Gewoon hoe creëer je, zeg maar, verbinding tussen mensen? Hoe zorg je dat ruimtes die ontrokken zijn weer terug kunnen komen? En weer kunnen dienen als een soort van cultureel centrum? Maar ook hoe je mensen kan helpen bij arbeidsconflicten. Dus eigenlijk van hele praktische dingen waar mensen misschien in de zaal denken van, oh, wat heeft het met ontwerp te maken? Maar voor mij is het dus juist zo... dat wat ik heel erg geleerd heb, ook bij actief gaan zijn... bij een aantal activistische bewegingen... dat ik heel erg heb geleerd dat het juist heel erg gaat om hele praktische dingen. Dingen als ik krijg mijn factuur niet betaald... of waarom doen we niks in deze buurt? Ja. Dus dingen die minder gaan over portfolio's... of minder gaan over wat is, zeg maar, hot of wat is nieuw... maar meer gaan over hoe we dus met elkaar... ook als ontwerpers en niet-ontwerpers, als bewoners van de stad... eigenlijk dingen kunnen doen waar we allemaal wat aan hebben. En niet alleen maar voor het individu, zeg maar. Ja. Maar ik begrijp dat een waarde heeft op zichzelf. Maar op een bepaalde manier is de relatie... dus een soort traditionele ontwerppraktijk... van een bureau met werken in opdracht. Dat is natuurlijk een vrij grote afstand... tot een aantal collectieven die we vanavond aan tafel hebben. Zou jij dat dan nog als ontwerp zien, hun werk? Voor mij wel, omdat ik denk dat... dus er zijn ook collectieven die wat groter zijn... maar die zijn vaak in het buitenland. Ik denk dat in Nederland iets minder... bijvoorbeeld het idee van de coöperatie... Hè, dus een ontwerpbureau runnen zonder bazen... dat gebeurt niet zoveel in Nederland. We hebben er vanavond eentje. Maar in andere landen is dat veel meer een opkomst. En ik denk dat het ook gewoon wel kan... maar ik heb ze ook gewoon nog niet echt gevonden. Ja. En ik denk dat voor mij is ontwerpen dus ook gewoon wat breder wat dat betreft. Omdat, weet je wel, zoiets als Volt Kraken... Ja, weet je wel, er is een leegstaand pand in de stad... waar niemand wat aan heeft. En Kraken kan een manier zijn om zo'n pand... weer terug te geven aan een gemeenschap, daar dingen te organiseren, filmavonden, culturele bijeenkomsten. Voor mij is dat een manier om creativiteit in de stad te brengen en te delen en heel erg toegepast. Het is een vorm van ruimte maken, een vorm van architectuur, et cetera. Ja, 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 precies. En hoe zie je dan vervolgens de relatie met de stad? Waarom is het belangrijk dat het specifiek, hè, je hebt het over solidariteit in de stad, waarom is het belangrijk dat het specifiek in de stad plaatsvindt? Omdat we hier nu samen met elkaar zitten. We hadden dit ook online kunnen doen. En dan was het misschien meer gegaan over wat gebeurt in Brazilië en de VS. Maar ik vind het soms ook heel belangrijk om te... We hadden het vandaag over hoe Pakhuis Afrika... hoe dat er vroeger uitzag voordat hier Pakhuis de Zwijger zat. Dus dat heeft een geschiedenis en die heeft een bepaalde taal en manier van doen. En dat is ook een vorm van cultuur waar we allemaal betrokken bij zijn. En ik denk dat de ontwerpdiscipline soms een beetje... gedisconnect kan zijn. Dan is het idee dat je een soort nomadisch ontwerp bent. Het maakt niet uit of je in New York woont of Londen of Amsterdam. Maar je geeft wel hier je geld uit. Je kiest ervoor om naar de Albert Heijn te gaan of naar de Eco Plaza. Of te gaan of je dingen te stelen. Dumpster diven, weet je wel. Of te gaan stelen. Dus dat zijn denk ik allemaal hele... Of werk je met een drukker die in Amsterdam is. Een drukker die, weet je wel, probeert te drukken met milieuvriendelijke inkt. Of druk je met een... Met flyer alarm of druk je met een drukker die in China zit bijvoorbeeld, weet je wel. Dat zijn allemaal dingen die echt, denk ik, ook lokaal heel erg impact hebben. Ja, precies. Ja.
Hartstikke mooi. We gaan het straks nog verder hebben over je boek. Maar we gaan nu gelijk door naar de verschillende collectieven. We beginnen met Hackers en Designers. Met Anja Grote en Pernilla Philip. Jullie mogen plaats nemen hier. And so we will continue this conversation in English. Thank you. That would make it a bit easier. So Hackers and Designers, a non-profit organizing activities on the intersection of technology, design and art, mostly active in and around many of the workshops and summer schools that you've been organizing. Could you maybe explain something about Hackers and Designers a bit more? Sure. Yes. Thanks so much for having us, first of all, in this context also. So Hackers and Designers is not just a design group. Like there's, I mean, hackers already says it a bit. There's people that are interested in other ways of approaching technologies. Maybe I want to also say right at the beginning that it's for all the people who are involved, not the only thing we do. So it's a side activity for us to organize ourselves as hackers and designers. So there's a lot of really interesting individuals in Hackers and Designers as well. We started in 2013 with organizing events, and I did it together with two of my peers, Selby Hildemacher and James Brian Graves. Selby is an artist and James a software developer. And the idea was that we would bring together different practitioners from different fields and get to know each other better through making things. So rather than we do now talking to each other, we would just like get our hands dirty and really see each other in action. And then there were not so many workshops around, so it was kind of something that community was craving. So it was actually more of an event series for the first 2 years and very spontaneous and formal. And then after, in 2015, we started organizing our first Hackers and Designer Summer Academy, which was a 2 week long workshop program. So yes, and since then we've grown to be 9 members right now, and we're still doing what we're doing quite ad hoc and experimental. And I think also like speaking to some of the concerns that Ruben raised, maybe the most challenging to sustain space for experimentation, to not professionalize, to not become a design studio or an institution. And I think this is an interesting space for me also as an organizer to experiment with organizing as well and see how far we can get. Yeah, super. And you joined more recently. What was the reason for you to join Hackers and Designers? I'm a hacker myself. One of the main is also like, I think for most of us who joined here, it's out of a necessity, maybe more than like it's something that sort of grows. Like I can tell you my how I became a hacker is because I, out of medical reasons, I live with a disease which is very technical, and a lot of these technologies don't communicate with each other. So there's a group of hackers who have developed code for hacking into these devices, and I started using these, and I use design to sort of tell my story and to explain how my experience was with this. And at Hackers and Designers, I have the opportunity to also develop this further, and also with other people. It's of course like a collective effort, a few other different projects that we are working on, which is really important to me. One project which is called Solarpunk Project, which is an intergenerational project. So we work with children from the age of 7 up to adults, and we are investigating how who owns the internet. And this is of course also like together with my own practice, which is dealing with like open source software. Like it's also very much relating to like ownership, and also I think it's really nice to approach this together with children, because they have a very different skill set and a very different but also equally important
like this project that we're doing for Solarpunk, which is about like who owns the internet. Like everybody has a relationship to internet, and when you're seven, you maybe have a very different idea of what the internet is. So we do a sort of an investigational workshop together, with children and adults, and we try to look at in a more like joyful, hands-on way of getting active and building our own little internet in the NDSM area. Yeah, pretty nice. And but like, how do some of the hacking activities also relate to the broader values that you work on together? Like, what brings you together? What are the main values that brings your work together? That's a really good question and super complicated to answer, because I think there's maybe not a common understanding of like why we're doing this together. I think maybe the commonalities that we don't know something, that we're curious about something, but there's not really any agreement on this is the path we pursue. It's very spontaneous and in the moment how we come up with things, which is also sometimes a bit problematic in a way, because it's very implicit, and we also in like the way we organize ourselves also based on funding, like cultural fundings, and the way we manage to do that and to sustain that is by organizing activities. So it's very much on this like event track, so we are also supposed to organize a lot of things, while sometimes I'm also asking myself, okay, is this really what we want to do? And also how this kind of workshopization of cultural production, how are we contributing to this idea that, learning is something you can sell as well, right? So, and I think that by doing that in this way, we do it, like, we get this yearly fund for organizing activities. On the one hand, it allows us this experimentation, but on the other hand, we also sort of contribute to this fragmentation of practice and collective practice as well, because we can do it only by doing it a little bit at the moment. Like, we all do it one day a week, maybe, that we organize on Hoc Ekkes Nizana. So it's a interesting balance act in a way, talking about values. Yeah. Would you like to add to that? Not really. I mean, it's like pretty complete, but core values are of course like in as a collective shared, but how we approach it is maybe also different. Yeah. Which is why working collectively is a good strength. Yeah, exactly, because you're also organizing yourself as a cooperative. You're saying that your activities are funded through subsidies, but can you also imagine that you maybe merge your individual practice within this cooperative? Is that an ambition that you have? I mean, I don't think it's like when your individual practice is so like emerged in your life that it's not really possible to completely separate it. It's just that you have like this one like day a week or a few projects that you really like merge in together, and it's maybe separate, but it isn't really as separate. Maybe it's flowing into each other. I think it would be really hard actually to make that someone's main thing, because it's also really there's a lot of resistance from members of the group to, for instance, take on commissioned work, or because that's what they do anyways, and that's what we all have to do. Yeah. And then Hackers and Designers is a space where we don't have to succeed or make polished products or finish things, like all the kind of technical stuff we do, the infrastructure, websites, they all usually break. And this like is also really important to have that space to talk about this, because website maintenance, everyone who's a bit involved in website development, it's like what we forget about is this maintaining this long term. Once you make a website for a group, like, you will keep in touch for a long time, whether you want it or not. And it's about this very fragile technical infrastructure that we just have to care for. And I think that caring for technical infrastructure, but also for each other, is something that in the sort of cultural field is a bit forgotten. And I think for me, Hackers and Designers then a space maybe to talk about this and come up with strategies navigating this very hazy
hazy environment. Yeah, I think it's very interesting because there's maybe like two models, right? On the one hand, that you create like kind of an almost safer space that is hackers and designers outside of the capitalist practice that you have to work in to survive, like the paid work, so to say. But on the other hand, also maybe the model to merge everything together, which is a process I'm actually experiencing myself right now. Mm. But that's also really hard because you're like trying to fit everything into one space. There's two sides definitely of the coin. We were talking about this also earlier, that in a way, on the one hand, hex designer is that space to really question and be critical and try out new things and other things. And on the other hand, it's also in a way a symptom of the issue at stake, like the necessity again, right? Mm. That there's no way of doing this otherwise. And we found our like strange way of creating that space a little bit, but it's also reinforcing some of the issues. Yeah. Now you were just talking also about you feel a sense of fragmentation around this, but I think from the outside, like observing hackers and designers from the outside, it more feels like you're creating some very solid infrastructure that other people can enjoy, right? Infrastructure of for learning. It seems like doesn't feel like that on the inside, not maybe. No. But it's funny though, because I mean, yes, definitely, and there is a continuity, and at some point you cannot neglect that. Yeah, okay, it seems like we have something here. But when we are approached by organizations that maybe haven't experienced us from the inside as much, you realize that there's total misconception of how we're organized. Like we get a lot of comments on that we don't respond to our emails quick enough. And also just this these invitations. Oh, we think you're super interesting. Let's have a coffee. I'm like, coffee, this is 2 hours that you asked for me. Who's going to pay me for that? You know, I don't have a contract. So then these are the interesting moments for me. And for me, then also hackers and designers really, an opportunity to show that friction, that something is a bit off, no? And find also language to talk about this. Yeah, interesting. Now, I'm also wondering how that then like works within capitalist society, right? You're trying something different. You were talking about like open source software before, but do you encounter situations in which you provide this infrastructure, maybe open source technologies, but that is being appropriated by others that don't organize like you? Has that happened before? I mean, the open source software that I'm using for my medical management, that is has been available for about 4 years, and now something on the market is coming out that is like sort of similar. So I mean, whether it's like an inspiration or it's like in the air, I don't know, but like usually it takes much it's like a very lengthy and expensive procedure. But even so, like those years that you wait for technology like that to come out, like the open source version is also developing, and like it's far superior. So I mean, I'm definitely not change even with the new software that's on its way. So yeah, so you managed to keep working on it without it being appropriated. I mean, I'm not a part of the development team of that. I'm a user of it. But there are several different, like, I mean, there's always like laws that are making it less efficient for me to use. So there's a lot of alarms, and there's a lot of tech, like things that are like locked, like this like black idea of this black box technology. So like even if you add certain functions, there are still certain functions that are not you cannot personalize. So even if there is, to answer your question, like even if there is like a commercial version of the open source, like it's not optimal for me. Yeah, cool. I would have a final question also about your location in the city. You have a studio at the NDSM, originally like this vibrant hotspot with a lot of creatives and artists and squatters creating their own part of the city. Now it's becoming, I don't know if you've been there recently, you have been, but maybe some people in the audience, but there is like this mortar on the Eye River is emerging there. I mean, how is your relation working in that spot that is like changing so rapidly? Would you like to add? Yeah,
We are there not so long, like 2 years, but yeah, it's definitely a bit of an awkward place, like post gentrification in a way, and yeah, a lot of clashes, and I think, yeah, I don't know, we don't have a very close connection yet. Like, we hope to be a bit more social with the community of artists and former squatters there, but it's somehow it's not really happening. I don't know if it's the vibe of the place as well that just doesn't really feel like yeah, there's so much more to do. It's like really this is what it's supposed to be, and it just, yeah, it's a bit difficult to still innovate in that sense. But there are a few interesting, like, older squatters there that that are quite critical about the developments, and they're trying hard also to tell the more, yeah, the darker side of the story of the NDSM. But for us, I mean, one thing we did was that we made this free Wi-Fi hotspot, which was didn't really lead anywhere. So because you have a lot of tourists and they just come in and they look at you like in a zoo. What are these people doing? And they always want to talk to you. And we thought about, okay, how to make this a more interesting encounter for all of us. And so we created this free Wi-Fi hotspot, because that's what tourists are after usually. And it's at the end, it just leads them to a login screen, and they can leave a message on a big billboard, and that's it. That's our that's our contribution. Really nice. Yeah. No, I think it's really fantastic that also, like, new collectives are, like, taking the lead in what NDSM should be. Thank you very much. Warm applause for Hackers and Designers. Yeah, please take your seats. We're going to continue with the anarcho-feminist group Amsterdam. I would like to ask Buck and Repelsteeltje to come to the front. Thanks for joining us. Thanks for having us. Yeah. We gaan weer door in het Nederlands, als jullie het goed vinden. Yes. Anarcho-feministische groep Amsterdam. Een intersectionele anarchistische groep. Ik heb met heel veel bewondering gekeken hoe jullie ook de kraakstrijd weer hervat hebben. Op verschillende plekken de afgelopen tijd. Maar misschien willen jullie om te beginnen kort iets vertellen over de anarcho-feministische groep Amsterdam. Wie zijn jullie? Wat doen jullie? Ja, ik weet niet. Ik ben wel onderdeel van. Maar ja, het zijn ondertussen best wel een grote groep geworden. En de naam spreekt voor zich ook, denk ik. Ja. Je moet niet voor het collectief spreken. Iedereen spreekt voor... Ja, inderdaad. Maar met hoeveel mensen zijn jullie ongeveer? Dat is ook niet duidelijk. Okay. Een soort... Het is uit de hand gelopen. Een soort uit de hand gelopen groep, wolk aan... Ook wel mensen verbaasd dat wij hier nu zitten. Ja, ik denk niet iedereen weet dat jullie hier... mogen jullie wel spreken namens het collectief? Natuurlijk. Okay. Maar kunnen jullie iets vertellen over wat jullie hebben meegemaakt het afgelopen jaren? Wanneer zijn jullie begonnen? 2-3 jaar geleden of zoiets? Nee, ik denk 1,5 jaar geleden, zoiets. Ja. Ja. Ik weet niet voor jou, maar ik was best wel vroeger erbij. Toen was het nog best wel klein. En ja, veel bezig geweest met kraken en met banners en zo. En andere acties. Het is lastig om over te spreken. Ik weet niet of ik het mag zeggen. Snap ik. Ja, je mag geen dingen zeggen die strafbaar zijn. Ja, daarom. En wat zijn jouw ervaringen met deze groep? Waar ben jij mee bezig geweest? Goede ervaringen. Maar jullie hebben allerlei acties gedaan, toch? Ga je daar iets over kwijt? Ja, ik woon zelf in Rotterdam. Ik ben wel betrokken bij de groep, maar ik ben niet zo actief betrokken. Ik kom af en toe langs om solidariteit te tonen. Als er bij kraakacties bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld door ervoor te staan voor het pand. Ja. Bijvoorbeeld de Spuistraat. Dat was een jaar terug, volgens mij nu. Met Internationale Vrouwendag gekraakt. Ja, want die plek stond al lang leeg. Ja. En wat wilden jullie daar gaan doen? Ja, toen was de bedoeling om gewoon vanuit daar politieke actie te organiseren. Maar ook om mensen te huisvesten. En we hebben daar best wel veel mensen gewoond. Het was niet super langdurig, een paar maanden.
Maar ik vond het wel een mooie plek. Dat is waar ik met de groep in aanraking ben gekomen. En waar ik mensen heb ontmoet en zo. Ja. Dat was wel echt leuk. Ja. Kan je misschien iets vertellen hoe dan zo'n kraakactie in zijn werk gaat tegenwoordig? Ja, ligt eraan. Er zijn verschillende soorten aanpakken. Het ligt aan de personen wat voor aanpak ze willen doen. Als het echt een actie is, dan komen er heel veel mensen voor de deur staan en zo. Of als het wat rustigere onthulling is, dan zijn er een paar mensen met limonade of koffie en thee op de straat om met de buren te praten. Maar dat ligt heel erg aan de mensen wat voor soort aanpak ze doen, of helemaal geen aankondiging of zoiets. Over het algemeen is er wel, op welke manier je het ook aanpakt. Ik denk dat je heel vaak wel een connectie probeert te maken met de buurt. Mm. Als je er een beetje op een politieke manier in staat. Klopt, ja. Ja, niet alleen maar feestjes geven of zo. Maar gewoon ja, iets samen opbouwen en met mensen connecten en zo. Ja, en waar bestaat zo'n band dan uit? Als je een band probeert op te bouwen met de buurt? Ja, kan van alles zijn volgens mij. Gewoon een beetje vrienden zijn of elkaar helpen met klusjes of zo. Of dingen uitlenen. Of ook echt grotere dingen organiseren, filmavonden of zo, of debatavonden. Ja. Hey, en nu weet ik toevallig dat pand in de Spuistraat op een gegeven moment ontruimt. En daar is een kunstgalerie ingekomen. Kan je daar iets over vertellen, wat je daarvan weet en hoe dat gegaan is? Ik weet wel een beetje. We gingen daar op Instagram ruzie over maken met die galerie. Uiteindelijk hebben zij gezegd van oh, we gaan langskomen bij de anarcha-feministische groep en zo. Dan mogen jullie hier iets organiseren of zo, maar dat is er nooit van gekomen. Dus hebben ze die ruimte gewoon. Want zij zijn de reden dat jullie ontruimd zijn, toch? Dat die kunstgalerie daarin kwam. Dat zou ik niet zeggen. Ik denk veel kraakpanden worden tegenwoordig ontruimd en dan doen ze er vervolgens kunstenaars in, maar. De kunstenaars zijn gewoon een middel van het beleid, zeg maar. Ja, precies. Mm. Ja. Zij zijn niet de reden. Het is niet zo, oh, zij hebben gevraagd om daar te mogen zitten. Het is meer, wij worden ontruimd en dan als excuus, zij worden als excuus gebruikt voor. Ja. Nee, want Amsterdam presenteert zichzelf nog steeds als een soort van open en tolerante stad. Maar wordt, en Rotterdam trouwens ook. En het wordt in de praktijk denk ik steeds repressiever. Want jullie hebben ook wel wat andere heftige dingen meegemaakt, heb ik begrepen, bij andere kraakbanden. Mm. Bij andere ontruimingen. Kan je daar iets over vertellen? Mm. Ja, bij één pand waren we ontruimd. En toen is er ook een van mijn kameraden bijna uit het raam gevallen, omdat een stille politieagent in een van de panden daarnaast zei van oh, kom maar, je kan bij ons schuilen. Terwijl we niet van plan waren om het pand uit te gaan. En toen was diegene, die had dat geprobeerd om daarheen te gaan. En die was toen bijna gevallen en hing heel lang aan het pand vast. En ja, uiteindelijk was dat gewoon de schuld van de politie dat we dat meegemaakt hebben. Ja. Ja. Er gebeuren heel veel dingen, maar voor deze. Ja, ben ik al veroordeeld, dus dan kan ik wel gewoon zeggen wat er gebeurd is, I guess. Maar ik weet niet, er gebeurt gewoon heel veel geweld. En Amsterdam probeert echt zo die mooie imago te houden van oh, alternatieve stad met veel alternatieve cultuur. Maar tegelijkertijd probeert het alles dat echt verandering wilt maken in de stad weg te halen. En daarvoor in de plaats gewoon dingen neer te zetten die zo een beetje leeg zijn. Die zeg maar dat dat representeren, maar dan zonder echt betekenis erachter of zonder echt actie erachter. En dat vind ik echt vet irritant. Ja, maar ja, er is ook steeds minder ruimte dan ook voor jullie om dat soort dingen te doen. Er staat steeds minder leeg. Maar ja, zijn er nog wel kleine hoekjes te vinden in de stad voor jullie, waar jullie die jullie kunnen toe-eigenen en je eigen ding kan doen? Er is altijd plek. Altijd plek, ja. Altijd nog iets op het oog. Een lijstje met panden achter de hand. Ja. Niks over zeggen natuurlijk, goed zo. Niet over spreken. Ja, ik ben ook benieuwd, want op een bepaalde manier is kraak wordt vaak gezien als iets heel spontaans of brutaals, wat dan een soort van ad hoc gebeurt. Maar op een bepaalde manier zou je ook kunnen zeggen natuurlijk dat het ook een vorm is van ontwerp, toch? Jullie ontwerpen ook een ruimte, jullie bedenken wat voor mensen daarbij passen, hoe je zo'n ruimte gebruikt. Kan je iets zeggen over hoe jullie de plekken en panden waar jullie gezeten hebben, hoe jullie die georganiseerd hebben en hoe jullie die hebben ingericht en hoe jullie daarover nagedacht hebben? Ik kan iets zeggen.
Ik dacht er vandaag toevallig nog over na. Omdat ik was op bezoek bij het nieuwe Afga kraakpandje. En daar... Mag je zeggen waar die is? Dat zeg ik straks wel, in persoon. Maar daar zo is dus het woongedeelte is heel duidelijk afgesplitst van het gedeelte wat een sociale ruimte zou kunnen worden. En op die manier bepaalt de architectuur die er al is eigenlijk hoe je dat huis in gaat richten. Dat, ja, en je hoort mensen ook al praten van, oh, dat, dan gaan we het zo doen en zo doen en zo doen. Dus mensen worden automatisch een soort binnenhuisarchitecten op het moment dat ze daar dat ze het gekraakt hebben. Ja, ze gaan het designen naar hun imago van image van hoe is het voor zich zien. Ja, het is natuurlijk ook een klassiek probleem in kraakpand. Dat je aan de ene kant is het natuurlijk heel leuk om iedereen uit te nodigen voor alle filmavonden, maar je woont er ook. Hè? Dus hoe ga je om met ook een soort van die grens tussen privé en gemeenschappelijk? Hebben jullie daar ideeën over? Ja, dat vind ik soms wel lastig. Volgens mij, in mijn ervaring, sommige mensen denken ook omdat het een kraakpand is, dat het een plek is waar je altijd kan komen om te chillen. En soms doe ik dat ook wel bij andere mensen, dat ik denk van, oh, ik kom gewoon langs. Maar het is ook een plek waar mensen wonen, dus je moet wel daar ook respect voor hebben. Maar inderdaad, in die nieuwe ruimte, daar vormt het zich heel natuurlijk van waar sociaal ruimte is, waar misschien woonkamer, zeg maar, tussen sociaal en leefgebied is, of ja, woninggebied is, en dan mensen in persoonlijke kamers, waar lijkt me niet dat je daarheen gaat als je niet met diegene wilt praten of diegene al kent. Maar nu zit het ook nog in zo'n fase van limbo, van de elektriciteit is nog niet overal, weet je wel, dat soort dingen. En je ziet waar de faciliteiten zijn, daar gaan mensen ook hangen. Dus op zich zou je zeggen van, oh, de sociale ruimte, dat zou een goede sociale ruimte zijn. Maar daar is nog niks. Dus eigenlijk zie je dat daar nu nog niemand is. Maar hebben jullie dan genoeg tijd om zoiets te ontwikkelen? Als je elke keer snel ontruimd wordt, heb je dan genoeg tijd om zo'n ruimte tot bloei te brengen? Je ziet dat mensen daar op verschillende manieren mee omgaan. Maar wat ik vooral heel veel zie gebeuren, is dat mensen gewoon doen alsof alles gewoon doorgaat. Alsof je er heel lang kan blijven zitten. Dat mensen gewoon muurschilderingen gaan maken een dag van tevoren, voordat ze ontruimd worden. Mensen gaan gewoon door. Je moet gewoon doorgaan. Kraken gaat door natuurlijk. Hè? en ik ben ook benieuwd, want jullie zijn allebei ook ontwerpers, kunstenaars in wording. Jij maakt en ontwerpt ook tattoos. Kan je iets zeggen hoe zich dat verhoudt tot de anarcha-feministische groep? Ja, soms doe ik tatoeages voor benefieten en zo. Om geld op te halen voor deze groep of voor andere rechtszaakkosten, voor andere autonome groepen die geld nodig hebben. Maar ook als ik geen geld ophaal, dan is het ook om mezelf te ondersteunen, om zelf te overleven. En dan, ja, ik vind het sowieso altijd fijn als mijn designs een beetje duidelijk met politiek te maken hebben, of duidelijk te maken hebben met waar ik tegen sta, zoals deze of zo. Maar ik vind het ook mooi als het een design is dat misschien op een meer subtiele manier, in mijn mening, ook subversief is. Maar deze is vrij direct. Ja, deze is wel direct. Want ik vind het ook vervelend als er van die kunstenaars zijn die dan iets in de stad mogen maken en dan iets heel abstracts maken en zeggen, ja, dit laat mensen nadenken over kapitalisme en dat ze allemaal maar een steen zijn in de muur of zo. Dan denk ik van, ja, niemand denkt daaraan als je daar langs loopt. Dan denk ik gewoon van, oké, cool, vaag modern kunstwerk. Maar dan is het wel fijn als je gewoon gelijk kan zien van, oh, oké. Politie is niet goed, jong. Ja. Want hoe zit dat voor jou? Want jij runt ook een soort boekwinkel, als ik begrepen heb, in Rotterdam. Een soort boekhandeltje, waarin je ook je eigen boeken ontwikkelt, produceert, publiceert. Ja, het is geen boekenwinkel. Het is een begin van een anarchistische bibliotheek. Oké. En hoe gaat dat in zijn werk? Het is een... In een soort sociale space, zeg maar, staan die boekjes. En die print ik dan op verschillende plekken in Rotterdam. En die worden dan, zeg maar, betekend door andere mensen, zeg maar. Andere mensen maken er tekeningen op. En ik zelf ook. Het is een beetje mijn initiatief, maar ik probeer het ook aan andere mensen te leren, zodat het niet van mij afhankelijk is.
En dat andere mensen het ook kunnen gaan oppakken en zelf hun eigen boeken kunnen gaan printen. Want het is gewoon een super powerful gevoel als je gewoon zo'n stuk kennis gewoon kan nemen uit een printer. Ja, super mooi. Nou, heel leuk om meer te horen over jullie praktijk, jullie eigen praktijk en het gezamenlijke acties en het kraken. Warm applaus voor de Anarcho Feministische Groep Amsterdam. Dank jullie wel. We gaan snel door met de muziek. Jullie mogen weer gaan zitten. Ik wil graag Benjamin Fro vragen om naar voren te komen. Ik ga een liedje voor jullie doen. I hope you still speak English. This song is called On Time. You be on time, I'll be on time. You work 9 to 5, you live 5 to 9. What's yours is yours, what's mine is mine. You be on time and I'll be on time. You can't stop the hustle, we on this grind. You be on time and I'll be on time. Let's misbehave, let's free our minds. You'd be on time for work, a little of it won't hurt. Did you ever stop to think about what it's worth? The money that you're making, is it equal to the value you're creating? Or is there someone further down the line anticipating and awaiting? Perhaps manipulating, speculating upon where the money will be raining. Picture the value of a painting, rising, falling, selling, stalling. Patiently waiting. Some say it's time for serious re-legislating, cause we try to compete. Competition is eviscerating. Some were entertaining thoughts of a community, cause how can we compete when we don't have the same opportunities? This world can be intimidating, breaking my mind, wasting my time and patience. Positions are vacant, but the means of production are concentrated to those elevated by the paper once created. So someone could take a product she made or she could trade it. Now it's complicated. What do you do? Does your money make the world go round, or do you? If you're tired of seeing days are wasted while you're chasing paper, never elevated, but degraded, frustrated, manipulated by overrated Mitch mother. That received a gift and never paid it. You waited long enough to raise your fist and try and wave it. They never gave it to us. So you be on time, I'll be on time. Work 9 to 5, you live 5 to 9. What's yours is yours, what's mine is mine. You be on time and I'll be on time. You can't stop the hustle, we on this grind. You be on time and I'll be on time. Let's misbehave, let's free our minds. Listen, I don't mean to be funny. Some rappers make it rain, my vibe is more sunny. You can keep your milk and honey, I got something much sweeter to please my tummy. Yummy. But back to business, some people let their money do the talking. The working and the walking, commanding and the extorting. They wake up in the morning with more money than the day before. And who's that money working for? It doesn't feed the poor, it just accumulates. Get moved around bank accounts in other states for tax breaks. But does not create a product or a service. It's a worthless stack of paper or gold upon the surface of the planet. That's been broken and stole from everyone, and they sold it back to us. So we working until we're tired and old, bitter or cold, until we put under a stone or put in a stove. So you be on time, I'll be on time. You work 9 to 5, you live 5 to 9. What's yours is yours, what's mine is mine. You be on time and I'll be on time. They split us up by race and try to keep us blind, but what took our jobs was white collar crime. Let's misbehave, let's break the chains. Let's get real this time, let's get real. Hey. Dit is het dansstukje, maar jullie kunnen niet dansen, dus dat doe ik even zelf. Nee, ik wil even in alle serieusheid kort zeggen. Mijn naam is Benjamin Fro. Ik ben rapper, zanger en ik ben heel blij dat ik hier ben vandaag. Ik wil ook even heel kort zeggen, dit liedje heet On Time. Het staat op een album Behave. Dat kun je luisteren op alle diensten waar je normaal gesproken muziek of COVID-misinformatie streamt. Daar kun je mij ook vinden. Dit liedje heet On Time, dat is daar te vinden. Ik ga nu ook nog een gedichtje doen. Dat heet The Time for Revolution. Het gaat veel over tijd, dit album. Dat staat ook op datzelfde album, is ook daar te vinden. En ik ga daar gelijk mee beginnen. The Time for Revolution. The right time for revolution. Ah, wacht nog even. Dankjewel. The right time for revolution is always right now. The right time for revolution is the moment you realize we're being screwed over. When you notice the weight of the world on your shoulders, now is the right time to drop it. Now is the time for a savior, a prophet.
Now is not the time to be changing the topic, exchanging some gossip, or to return to your office. Because while we're bent over backwards for making a profit, they say tomorrow is never when things get accomplished. The right time for revolution is always right now. The right time for revolution is when anger is with you. Now is the time to repaint the whole picture. The top is too white. Let's mix up the mixture. Don't wait for the future, for it will not fix you. Don't give them the time to invent an elixir, because the right time is right now, my brothers and sisters. The right time for revolution is always today. Believe me, there is not a right time to wait. The right time is when you can honestly say, I'm sick of this world that is living in hate, and I'm sick of this world that is living in fear, believing whatever it wanted to hear. The right time does not have a day to appear. The right time might not always make itself clear, but please do believe me, my comrades and peers, the right time for revolution is already here. The right time is not once your taxes are filed. The right time is not once your hair has been styled. The right time is not when the system goes bust, because there is not a time when they'll listen to us. The right time is not on the 9 o'clock news, because the right time is something that we get to choose. The right time is not ever early or late. The right time is not a particular date, but the right time is not now to patiently wait. The right time is not now to procrastinate. Why would we wait and become disavowed when the right time is here to rewrite what's allowed? Because the future has never been promised or vowed, and I know that you're scared and you just don't know how. Now, but the right time for change is always right now. Thank you. Dankjewel. Dankjewel, Benjamin. Kun je me nog horen? Yes. We gaan het programma nu voor de kijkers thuis en bij AT5 afsluiten. We gaan hierna nog door met vloerwerk en met een kort nagesprek. Voor de kijkers thuis, mochten jullie het boek willen kopen, dan kan het op valies.nl. Zowel een fysieke als een digitale versie is daar te vinden. En ik wil eigenlijk namens Ruben Pater, Valies en Pakhuizen Zwijger jullie allemaal van harte bedanken. Tot de volgende keer en dan gaan wij zo hier weer verder. Dank jullie wel.